De Hoge Straat heet vanaf vandaag officieel de Dr. Eugène Albert Gesselstraat. De onthulling van het naambord heeft vanmorgen plaatsgehad bij de ouderlijke woning van de historicus en politiek analist Gessel aan de Hoge Straat 80. De verschillende sprekers roemden de verdiensten van Gessel. Belangrijk was voor een ieder dat de historicus nog in leven is en persoonlijk deze eerbetuiging mag ontvangen. Zodat zij ook kunnen aanschouwen wat de samenleving, de eer die de samenleving geeft aan het product dat zij hun hele leven lang hebben gegeven aan het land. Ik ben heel blij hier leerlingen van de heer, oud-leerlingen van de heer Gessel te zien en andere voorzitters van culturele organisatie. Wij van de stichting Afro-Caribbean Cultural and Research Center zijn al een hele tijd bezig om na te gaan van hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan de herschrijving van onze historie. Hoe we de helden die we gehad hebben, die gemaakt hebben dat we vandaag mogen gaan op de paden waar wij onze schreden zetten, wij hen eer kunnen geven. Of je nu praat met Ramsar Yu, of met Kalo Jagnanan Singh, of met Frank Dachtenstein, wie dan ook, alle oud-leerlingen van Oceanie, die zeggen, ik heb mijn blik kunnen verruimen en duidelijk zaken in perspectief kunnen brengen door de wijze waarop hij les heeft gegeven. We zijn u zeer erkentelijk, Dr. Eugène Albert Gessel, voor uw scherpe kritiek, uw feilloze analyse, uw uitspraak, uw gevleugelde uitspraak van hoop is uitgestelde teleurstelling, maar wij zeggen hoop doet leven. Want nu mag u nog tijdens uw leven dit meemaken. Teunja nanga Oom Shenny. Oom Shenny sabi dat niks gebeurt voor zijn tijd. Oom Shenny sabi ook toe dat wat er gebeurt moet gebeuren. Oom Shenny sabi toe dat wat met ons is gebeurd, wat met ons gebeurt en wat met ons zal gebeuren, gebeurt. Om te leren in de analyse, alles aan in de geschiedenis. Want hij heeft zich bezig gehouden met de Griekse geschiedenis, de Romeinse geschiedenis. Amman Stukar en Sansamsa in de 14e eeuw, de 15e eeuw. De 100-jarige Eugène Gessel voelde zich goed om terug te zijn op de plek waar hij geboren is. Volgens hem is het leven vol uitdagingen waarop er soms antwoord gegeven moet worden. Sommigen willen deze uitdagingen ontlopen, maar het antwoord is er en blijft, zei Gessel. Niemand anders kan blijder zijn dan ik dat Suriname anno 2019 een zelfstandige staat is in de rij der volkeren. Het lijkt een tegenstelling dat ik zeg staat geworden is en een plaats in de rij der volkeren. De uitdaging waarvoor Suriname staat is een volk in eenheid naar buiten toe. Wie de geschiedenis, de recente geschiedenis van Suriname nagaat, zal zien dat de uitdaging waarvoor ze staat door de Surinaamse bevolking niet is begrepen, nog niet is begrepen. Wie de uitdaging van de tijd waarin hij leeft niet begrijpt, zal moeten meemaken dat de ondergang een uitdaging is. De toekomst is voor allen niet dezelfde. Ik heb de uitdaging
de individuele uitdaging van de Surinamer. In het laatste kwart van de 20e eeuw, dat is dus 1975 tot 2000 en daarna. Eugène Gessel, wiens naam door de regering vereeuwigd is, door een straat naar hem te vernoemen. De Hoge Straat is vanaf vandaag veranderd in de Dr. Eugène Albert Gesselstraat. De onthulling van het naambord heeft vandaag plaatsgehad bij het ouderlijk huis van Gessel aan de Hoge Straat 80.